Victor gaat eerst langs bij André en Maria, die zo snel mogelijk met vervroegd pensioen willen. Ik ben dus vandaag in Eindhoven de gekste. En ik heb hier een afspraak met een bijzonder stel, André en Maria. Ze zijn namelijk nu zo midden 50 en ze zouden eigenlijk wel heel graag iets eerder willen stoppen met werken. Nou, wij gaan vandaag eens kijken of dat erin zit. De vijftigers André en Maria hebben zin in rust. André wil genieten van de vissen, Maria van de honden en van hun enorme kristalcollectie. Maar ze willen vooral genieten van elkaar, zolang het kan. Nou gaan we heerlijk onze centjes opsnoepen. Of en wanneer dat kan, gaan wij vandaag voor hen uitzoeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een mailtje gehad van jullie. Dat klopt. Omdat jullie heel graag willen weten hoeveel jullie waard zijn. Ja, dat klopt. Voor de draad ermee. Ja. Wat denk je? Wat denken we? Vijf ton. Vijf ton. Vijf ton? Vijf ton. Heb je dat wel goed uitgerekend? Nee, dat hopen we dat jullie dat doen. Laten we eens beginnen bij het huis. Ja. Huur of koop? Koop. Koop. Ik heb het gekocht voor 127.000 gulden. Oké. En zit er nog een hypotheek op? Nee, er is niks meer op. Afbetaald? Afbetaald. Mag ik binnenkomen? Ketjink, jij komt. Och, dit is gezellig. Ik vind het nu al een leuke dag. Hallo. Ach, wie zijn dit? Dit is Shamu en Billy. Heb je ze de koffie? Lekker? Ja. Ja. Gaan we dat eerst doen? Ja. Dol op koffie. Dol op koffie. Ja. Maar even, we zijn hier toch voor de kosten. Wat kosten die honden in de maand? Dat is goed. Daar overval je ons. Ja. In de maand? Ja, wat kost een zak brokjes? 40 euro. En hebben jullie ook kinderen? Nee, we hebben geen kinderen. Geen kinderen. Dus de honden zijn... Alles. Ja, hoe oud zijn jullie nu? Precies. Ik ben 57. 55. Ja. Dus dan ga je toch een klein beetje nadenken over de toekomst. Ja. Hè? En komt daar ook jullie wens vandaan om te weten hoeveel je waard bent? We willen graag weten van hoeveel we waard zijn, maar we willen eigenlijk nog veel liever weten van wanneer kunnen we stoppen met werken. Ja. Hè? Wanneer hebben we genoeg bij elkaar gespaard om met een gerust hart te kunnen zeggen van joh, we stoppen nu en we gaan van die centen genieten. Ja, dat begrijp ik. Dat willen we allemaal wel. Ja. Toch? Ik ga heel goed meeluisteren. Heel goed. Wat is dit? Wie is er gek van kristal? Samen, ja. Gezamenlijk. Maar jij vindt het ook mooi? Ja, ja, ja. Het is een klein beetje uit de hand gelopen. Ja, echt. Klein beetje boel, kun je wel zeggen. Ja. Maar wat is het prachtig. Nou, de beeldjes zijn eigenlijk begonnen bij haar moeder. Oké, okay. Die is begonnen met verzamelen. Ja, en toen is mijn moeder 3,5 jaar geleden overleden. En ja, de Swarovski kwam natuurlijk allemaal naar hier. Die kun je niet wegdoen dan. Nee. Dat heeft ze ook altijd gezegd. Elk beeldje hangt een herinnering natuurlijk. Ja. Dat is het duurste stuk wat we in de kast hebben. Echt waar? Ja. Hoeveel? 6.000. Ik ben ontslagen bij mijn vorige werkgever. Daar kreeg ik toch nog een mooie gouden handdruk van. Dus symbolisch, mijn bevrijding van mijn werkgever. Hier staat voor een kapitaal. Hoeveel geld hebben jullie al in de collectie gestoken? Een kleine 50.000. Niet waar? Ja. 50.000 euro? Ja. Zou het dat nog waard zijn? Nou, dat hopen we vandaag uit te vinden met jullie. Ja. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als hier het pensioen in de kast staat. Ja, dat bedoel ik. Dan hoef ik iedere maand maar een stukje te verkopen. En dan hebben we een mooi pensioen. Ja. Wat doen jullie voor werk? Ik werk bij een groot metaalbedrijf. Dan sta ik in een wasstraat. En wat maak je schoon? Dat kan van schroefje tot... Hele grote producten zijn voor... Van machines. Voor machines. En wat verdien je daarmee in de maand? Ah, dat is ongeveer 1800 euro. 1800 euro netto? Netto voor 32 uur. Oké. Okay. En jij, André, jij vertelde net al dat je ontslagen bent bij je werkgever. Ja. Heb je alweer een nieuwe baan? Ja, daar ben ik in dienst als allround monteur. Ook voor 32 uur. Ja? Hou ik 2200 over. 2200 euro netto. Dus samen hebben jullie 4000 euro netto... Ja. Om van te leven elke maand. Ja. En om wat beeldjes van te kopen en leuke dingen van te doen. Want jullie gaven al aan, we zouden eigenlijk wel iets eerder willen stoppen met werken. En dan? Ja, genieten van die centen. Genieten van die centen. En het liefst in Spanje. Ja. Maar genieten van welke centen? Zijn er centen? Bij mij staat er sowieso 36.000 op de spaarrekening. Prachtig bedrag, maar is nog niet genoeg. Nee, is lang niet zat. En bij jou? 5.000. 41. Is ook nog niet genoeg. Nee. Ja, maar ik heb nog een beleggingsrekening. Kijk, nou komen we ergens. Die staat 185.000. Kijk, hoe belangrijk is geld voor jullie? Voor mij heel belangrijk. Voor jou heel belangrijk? Voor mij niet. Nee? Nee. Ik wil altijd iets achter de hand hebben.
Ja, een zekerheid voor later. Voor later, ja, ja. Wat is er dan voor jou belangrijk? Gezondheid. En gaat het goed met de gezondheid? Op het moment een beetje minder. Sinds 2 weken is bekend dat ik een... hoe heet dat ding? COPD. COPD. Dus een longaandoening? Ja. Dat is best heftig. Dat is heftig, ja. Ja, ze rookt, dus dat er iets een keer boven water zou komen is niet helemaal... Ik zie de attributen hier op tafel liggen, inderdaad. En dan rook je veel? Ja, ik rookte een pakje per dag. Oké. Ja. Hoeveel geld gaat er op aan roken in de maand? €150 aan roken? Ja. En wanneer ben je begonnen met roken? Al vrij jonge leeftijd, hoor. 16? Ja. Zoiets? Denk het. Maar dan heb je al... kapitaal in de lucht in. Dan heb je al meer dan €70.000 opgerookt. Hadden we nu kunnen stoppen, hè? Dan had je nu kunnen stoppen met werken. Maar ga je nu stoppen? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, want je bent dus nu 57. Als je tot je 80ste doorrookt, komt er nog eens €40.000 bovenop. Ja. Nou, dat kan niet, hè. Zit niet in de begroting. Wanneer kunnen André en Maria met pensioen? Inboedeltaxateur Gijs en financieel planner Oscar zijn er weer klaar voor. Oscar duikt in de financiën van André en Maria en Gijs taxeert alles in het huis. We maken een optelsom van hun inkomsten, uitgaven, schulden en inboedel om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op die ene vraag: hoeveel zijn André en Maria waard? Kijk, ja. Ja. Ben je nog bekend met Bob Ross? Jazeker. Die put a little tree over there, a little bush over here. Als je met hem op een brakke zondagochtend ging schilderen, kreeg je dit. €0? Maar wacht even. Als ik hier namelijk op Koningsdag op een kleedje in Amsterdam ga zitten, krijg ik daar heus nog €5 voor. Ja, misschien zelfs wel 10. Ja. Ja. Zullen we dan €10 zeggen? Nou, Maria, heb ik toch mooi geregeld. Hebben we hier een beetje, nou ja, de souvenirkamer. Alles wat ze meenemen van verre reizen komt hier terecht. Nou ja, je zou denken Afrika, hè, met verre reizen. Maar ik lees hier Mallorca, Barcelona, Lloret de Mar. De verre reizen is gewoon de Spaanse Costa. En dit komt allemaal uit souvenir hier, inderdaad. Dat is toch zeker wel €100. Nou, ka-ching. Eens kijken. Tantje, wat is dit? Hier ligt misschien wel voor een kapitaal aan horloges. Als hij echt zou zijn. Als hij echt zou zijn. Maar bij het oppakken voel je het al. Ja. Hij is niet zwaar genoeg. Hij is hartstikke licht. Er zitten wel echte bij, maar dan heb je het weer over gewoon een heel ander prijsniveau van horloges. Heel laadje, €400. Boom, gauw dicht. Komen we nu toe aan het pièce de résistance, zeggen ze dan, hè? Ja. Van het hele huis. De collectie. De collectie. Bij hoge uitzondering hebben wij 1 beeldje uit die enorme collectie meegekregen en voorgelegd aan willekeurige voorbijgangers, oftewel de straattaxateurs. Hoeveel denken zij dat dit kristallenbeeldje tegenwoordig nog waard is? Ik vind het mooi gemaakt, maar het is niet iets wat ik super mooi vind. Het wordt bijna mooi van lelijkheid. Ja, een vriendin van mij. Die heeft het nog. Ja, de hele woonkamerkast staat nog vol met Swarovski-dingen. Maar ja, ze dacht vroeger altijd dat het meer geld waard zou worden. Maar inmiddels is het dat niet. Ja, ze is eerder minder waard geworden. Ja, ik vind het. Ik denk echt dat het niet zo duur is. Ik denk dat het heel duur wordt gepresenteerd, maar dat het uiteindelijk niet zo heel erg duur is. Ik denk dat de waarde van dit kristal €200 is, minstens. Ik denk dat het gewoon behoorlijk glasserig is. Dus ik denk niet meer dan €20. Ik schat in dat het rond €300 kost. Nou, Gijs, hoe zit dat met de waarde van dit soort beeldjes? Ze hebben hier echt duizenden euro's in zitten. Ja, dat is ook wel te zien. Dit is namelijk eigenlijk een beetje bedoeld als deel van hun pensioen, ja, van hun oude dag. Ja, dan is dat niet de beste investering. Swarovski doet het heel goed, hun marketing. Ze zitten overal waar de winkels duur zijn. Maar het heeft ook een uitstraling van een huis op wielen. Zo'n die adelaars. Kijk, als je die nieuw moet aanschaffen... €6.000 heeft hij. €6.000. Ja. Maar nog steeds een waarde van €3.500-4.000 als je het wil verkopen. Het doet een beetje pijn. Maak jij even een totale prijs voor de hele collectie? Ja. En dan ben ik straks heel benieuwd. Bij de taxatie is al duidelijk geworden dat de waarde van het kristal tegenvalt. Dus dat gaat het pensioen niet helpen. Maar of ze eerder met pensioen kunnen, gaat financieel expert Oscar uitrekenen. Ik had begrepen dat jullie een hele duidelijke wens hadden. Wij hebben eindelijk stille hoop uitgesproken dat wij graag over 4,
jaar zou willen stoppen met werk. En ja, als de getallen allemaal meevallen, eventueel eerder. Betekent dat feitelijk dat je zegt, als ik morgen zou kunnen stoppen, Oscar, graag? Ja. Ja. Om dichter bij dat pensioen te komen, moet er bespaard gaan worden. Dat betekent minder uitgeven aan het kristal. Ja, ik zie Maria al gaan lachen. Ik heb het berekend voor vorig jaar. Dat was gemiddeld €271 per maand. Maar jullie hebben me ook al verteld dat €2000 al er in dit jaar uit is gegeven. Is de wens ook om Swarovski te kunnen blijven kopen in deze hoeveelheden als levensstandaard? Nee. Oké. Okay. Als die al als uitgave natuurlijk verminderd kan worden per maand, heb je al grote winst. Een winst van zo'n €270 per maand dus. Wat Oscar ook is opgevallen is dat er per maand ruim €600 uit de muur wordt getrokken. Dat moet minder. Die €600, hebben jullie een idee waar dat aan uitgegeven wordt? Nee, ik schrik er eigenlijk wel van dat dat zoveel per maand is. Ik pin bijna alles. Dus dat cashgeld moest wel van één kant afkomen. Van hem, ja. Nou, en dan hebben we nog een hele slechte eigenschap voor jou, hè? Ja. Durf je me te zeggen hoeveel jullie uitgeven daaraan? Ja, maar meestal zo per half jaar of zo. Ja, dan gaan jullie... Gaan we een dagje Luxemburg. Ja, dus dan maken jullie een hele mooie combinatie van. Ja. Goedkoop tanken. Maar jullie kopen daar uit mijn hoofd voor €900 dan aan sigaretten? Ja, dat kan zo ooit wel eens uitpakken, ja. Nou, kan jij ergens jezelf ertoe gaan zetten om te stoppen met roken? Ik moet gaan stoppen met roken. Dat is dan wel een hele grote winst te halen. Ja. Als André en Maria alle besparingen doorvoeren en dus hun uitgaven minderen, dan houden ze €1900 over. Geld dat goed gebruikt kan worden voor hun vroeg pensioen. Want kan dat over 5 jaar? Tot het moment waarop jullie echt stoppen met werken, zien jullie groene balkjes. En van daaruit zien jullie dat er natuurlijk hele grote diepe dalen komen qua inkomen. Dat betekent dat daar behoorlijk wat opgenomen wordt vanaf de spaarrekening. Dat zien jullie afnemen. Pensioen gaat binnenkomen, lijfrente gaat binnenkomen en op een gegeven moment komt de AOW. Als jullie het voor elkaar kunnen krijgen om uitgaven wat minder te laten zijn, dan ga je dus wel zien dat dit gaat lukken. Okay. Maar of het stel vanaf morgen al zou kunnen stoppen met werken is dus nog de vraag, want daar is nog een flink bedrag voor nodig. Wie weet bieden hun geliefde vissen uitkomst. Daarvoor is kooi-expert Jeroen ingeschakeld. De bel, dat moet de kooikarperman zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom verder, Jeroen. Want hier zwemt het kapitaal in de rondte. Wat is hij mooi, joh. Als je dit model nou pakt, hè, met deze tekening, en hij zou er perfect uitzien, hoeveel zou hij dan waard kunnen zijn? Deze maat met een goed patroon erop. 4.000 euro. Zo. Ze is wel mooi, maar ze is geen topper. Deze vis, dit is geen Japan. Wat? Dit zijn Israëlische kooi's. Maar wat is er mis met een Israëlische kooi? Nou, op zich niet zo heel veel. Alleen zijn geen Japanse kooi, dus zijn ze een stuk minder waard. En dan komen bij dit soort vissen direct eigenlijk zeg maar meer de centimeters. Daar wordt aan een prijs aan gehangen. Het gaat weer om de centimeters? Gaat het om de centimeters. Ja, ik denk als je het allemaal optelt en met alle vissen wat er zwemmen, dat je een gemiddelde waarde neemt zeg maar, van een €5000 wat er zwemt aan vis. In totaal? In totaal. Nou, dat vind ik eigenlijk nog best heel oké. Okay. Nog net geen domper. Hoe staat het met de taxatie van de inboedel? Ik ben heel benieuwd, Gijs. Ja, laten we gaan optellen. Kom maar op. 300, 50, 100, nog een keer 20, 100. Plus €20.500 voor de auto's. Brengt het totaal van deze boedel op €36.500, inclusief de vissen. Maar dan hebben we nog het kristal. Schrijf jij eens op het papiertje hoeveel dat nu waard is. Tandje, Jantje. We taxeren niet alleen de inboedel. Ook het koophuis zelf wordt onder de loep genomen. Je zou het misschien niet zeggen, maar ook makelaar André wordt nog wel eens verrast. Voor zo'n klein huis, wat ik in eerste instantie verwacht, is het hartstikke groot eigenlijk. Deze wijk is heel gewild bij starters. Het is een prachtige woning, ziet er fantastisch uit. Ze hebben er heel veel aan gedaan. Het is eigenlijk gewoon nieuw van binnen en van buiten. En ik heb het gewaardeerd op het volgende bedrag. Schoon in de hand. Netjes, hè? Alle bedragen zijn bekend. Kunnen André en Maria morgen al met pensioen? Wie wil er nou niet, hè? Met 55 al kunnen roepen van ik ben met pensioen. Ja. Zitten we dan? Ja. Ik heb vandaag een paar keer bedacht, jullie hebben echt
alles wat je hartje begeert. Ja. Maar het enige wat je niet zelf in de hand hebt, en toch ook wel heel erg wel, ja, is die gezondheid. Ja. Twee weken geleden heb je de alarmbel gekregen. Ja. Wij gaan daar natuurlijk helemaal niet over. Mm. Jij bent de enige die dat beslist, ja, samen met je man. Maar ik gun het jullie zo ontzettend om die oude dag in goede gezondheid te genieten van alles wat je misschien zo meteen wel te zien gaat krijgen. Mm-hmm. Ik hoop zo ontzettend dat je ergens de kracht gaat vinden om te stoppen. Echt, gaan we zeker doen. Ik wil er nog vele jaren langs mij hebben, dus ja, goede gezondheid. Ja. Oscar, jongen, gaan we beginnen? Gewoon rustig met de betaalrekeningen. 11.825 euro, die had ik eigenlijk verwacht op een spaarrekening. Heel veel. Want dan zou je hem dus doorschuiven naar de spaarrekeningen. Ja. En daar staat op dit moment een bedrag op van 28.000 euro dik. Ja. Gaan we naar de schulden. Jullie moeten er rekening mee houden als je de aangifte gaat doen, dat jullie 2.231 euro moeten betalen wel aan de Belastingdienst. Shit. Maar ik heb gezien wat er op die lopende rekening staat. Wordt geregeld. Dan ben je er vanaf. Gaan we naar de belegging. Totaalbedrag van 185.000 euro. Voor jullie helemaal bekend. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk echt een mooi bedrag, ook voor pensioen, om te hebben als buffer. Ja, heerlijk. Gaan we beginnen met de inboedel. We hebben alles door onze handen laten gaan. En de totale inboedel, inclusief de vissen, is getaxeerd op een bedrag van 36.500 euro. Dat is heel wat. Ja, dat is dan verwacht ik dat de vissen toch meer waard zijn dan dat ik dacht. De vissen zijn exact getaxeerd op 5.000 euro. Oké. Okay. In die inboedel zit uiteraard nog niet de collectie. Ging ik al een beetje vanuit, want dat zou heel erg tegenvallen. Ja. Toen ik jullie vanochtend vroeg hoeveel heb je erin gestoken, toen zei jij iets van 50.000 euro. Ja. Ja. Nou, zet je schrap. De collectie is vanmiddag getaxeerd op 25.000 euro. Als je hem in één keer aan iemand verkoopt. Wat vinden jullie van dit bedrag? Ja, gezien natuurlijk het geld wat we erin gestoken hebben, valt wel enigszins tegen. Ja. Ja, het is geen goud. Nee, hè, wat altijd waardevast blijft. Ja, ja. Het blijft glas. De woning. Ik ben met André de makelaar door jullie huis gelopen. We hebben ook de garageboxen bekeken. En alles bij elkaar is jullie woning vanmiddag getaxeerd op een bedrag van 310.000 euro. Super. Ja. En dat brengt ons bij de hamvraag van vandaag. Hoeveel zijn jullie waard? Toen ik jullie dat vanochtend vroeg, zeiden jullie, nou, 5 ton. 500.000. Als je een beetje hebt kunnen rekenen. Jullie zijn waard 596.356. En dat mag gezoend worden in dit programma. Mag dat zomaar. Ja. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. Dank je. Dank je. Brengt mij weer bij jou, Oscar. Ja. Ze willen graag morgen stoppen met werken. Kan dat? Gewoon een volmondig ja. Maar wel alle elementen die hier genoemd zijn, liquide maken. Ja. Cash. Zorgen hoeven we eindelijk niet meer te hebben. Nee. En als er een keer in de kamer komt werken, we moeten voor 67. We gaan er gewoon van genieten. We gaan er van genieten. Hm? Precies. Op een heerlijke dag en op een zonnige toekomst. Ja, in goede gezondheid. Ja, ja, neem maar ook even. Ja, dadelijk. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.